Alright, daar zijn we weer in een nieuwe Market Talk podcast. Lene Gauthier en ik, Jacco Meijert. En in deze aflevering gaan we een best wel leuke vraag beantwoorden. Tenminste, vind ik een leuke vraag. We hebben een lezersvraag gehad of een luisteraarsvraag enigszins hebben we gehad. En die vraag die luidt hoeveel geld je kan verdienen en wat je kan verwachten na een paar maanden. Dus het is eigenlijk anders gevraagd. Hoeveel geld je kan verdienen met affiliate marketing en wat je kan verwachten qua inkomsten na een paar maanden. En op zich best wel een logische vraag, maar een vraag die we nog niet eerder hebben behandeld, volgens mij. Nou ja, eigenlijk had dit gewoon podcast nummer 1 moeten zijn. Ja. Ja, we krijgen die vraag ook best wel veel in de mailbox, of zien we voorbij komen in het ledengedeelte of wat dan ook. Dus best wel grappig. En ja, om gelijk antwoord te geven, ja, de eerste maand kun je toch wel 10 miljoen verdienen, denk ik. Oké. Toch? Ja, als jij het zegt. Ik heb het nog niet verdiend. Dat is wat iedereen wil horen, volgens mij. Ja, dat is wat iedereen wil horen. Ja, nou ja, zo is het natuurlijk niet. Ja, kijk, wat de meeste mensen verwachten, dat zei je ook al een beetje voordat we deze podcast gingen opnemen, is mensen kopen een cursus en mensen verwachten dat ze de eerste maanden dat ze al gelijk tienduizenden euro's gaan verdienen, zonder er eigenlijk al te veel voor hoeven doen. Ze denken dat ze een cursus kopen en dat het dan maar gewoon gaat gebeuren. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, het is ook heel moeilijk om dan nog aan dat verwachtingspatroon te kunnen voldoen. Dat merk ik ook heel vaak bij mensen. Dan zeggen ze, in het geval van marketing, dan heb ik dat 3 maanden genomen, maar ik heb er nog niks mee verdiend. Dus er wordt al eigenlijk een soort van verwacht dat je dat in die eerste 3 maanden sowieso permanent eruit zou moeten halen. Terwijl als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, ik noem maar wat, een klusjesman die een nieuwe boormachine heeft aangeschaft voor 300 piek of zo. Ja. Die weet zelf dat hij dat er nog niet met zijn eerste klus uithaalt. En zijn tweede ook nog niet. Dat zal misschien ook wel een paar maanden duren voordat hij dat ding afgeschreven heeft in de facturen die hij weer heeft ontvangen. Maar op de een of andere manier lijkt het een soort van, ja, het snel geld verdienen op het internet, dat het dan ook direct resultaat moet zijn, zeg maar. Ja, dat is toch de verwachting die erbij komt kijken en die mensen ook echt verwachten. En grappig is dan ook dat de meeste mensen ook verwachten dat ze twee dingen hoeven te doen. Ja, alleen de cursus kopen en dan de video's kijken of de audio's beluisteren. En dat dan al direct het geld binnenkomt. Ja, zonder verder aandeel inderdaad. Ja, dat zie ik ook wel vaak terug. Waarschijnlijk als mensen jou een e-mail sturen van, hey, mijn website is nu 3 maanden online en ik heb nog steeds niks. 9 van de 10 keer waarschijnlijk als jij naar die website toe gaat. Ja, is die leeg. Even opgericht erop staan. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, en dat is dan toch, of het echt een verwachting is van mensen, of gewoon een soort van afschuifsysteem. Dat kan natuurlijk ook. Maar mensen die denken toch, of hopen misschien, dat ze heel snel eerst inkomsten gaan krijgen. Al in de eerste paar weken of in de eerste paar maanden. Nou, dat kan. Hè. Er zijn mensen die al gewoon redelijk snel geld verdienen, maar die er ook echt wel gewoon de tijd en de effort in steken. En dan zie je wel gewoon wat er mogelijk is. Dus het is ook heel veel verschil van hoe mensen ermee gaan beginnen. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld Internet Succes Gids, nou, ik denk 70% begint er gewoon mee met de gedachte van ik verdien morgen geld. En zijn teleurgesteld dat ze er iets voor moeten doen. Maar het percentage wat wel serieus is en wat wel serieus aan de slag gaat, die zie je ook wel gewoon serieuze resultaten halen. Dus iemand in de 10K-club dat volgens mij echt in zijn eerste maand dat hij 2.000 tot 3.000 euro had verdiend. Nou, dan zijn dat natuurlijk wel gewoon hele leuke successen die aan bod komen, zeg maar. Maar dat is dan ook echt wel van iemand die is er echt gewoon gelijk fulltime als het ware voor gegaan. Ja. Ik vind het zelf ook altijd wel leuk om dan terug te zien op het forum bijvoorbeeld, dat mensen dan zeggen van ik ben nu 4 maanden bezig, maar het klopt inderdaad wel. Nu komen toch wel die commissies binnen. En terwijl ik die eerste 3 maanden, ik was alleen maar aan het vullen, content knallen en weet ik veel wat, training volgen, alle puntjes op de i zetten, maar eigenlijk voor niks. Dat het wel wordt gezien als een investering, maar je plukt er nog niet de vruchten van, zeg maar.
Maar dat dan op een gegeven moment na die vierde maand, of ja, dat, net als wat jij zegt, dat is voor iedereen verschillend. De ene heeft na de tweede week al, de andere na 2 of 3 maanden, de andere nog later pas. Maar dat op een gegeven moment dat je ziet en dus gelooft dat het klopt, dat die eerste centen binnenkomen en dat het dus rendabel is om te doen wat je doet. Ja. En ik denk dat een hele mooie daarin is, wat we wel vaker aankaarten, volgens mij zelfs in de laatste podcast nog, dat sneeuwbaleffect. Dat op een gegeven moment dat die eerste commissie binnen is, dan is het ook niet gek om een tweede of een derde te verwachten. Sterker nog, die kans is heel groot om die dan te verwachten. Ja, die komt vaak sneller dan dat je denkt. En kijk, als mensen 2-3 maanden bezig zijn, dan zal 99% zal die eerste commissie die gaat een keer komen. Ik heb wel eens een huurbaas gehad voor kantoor. En die vond het heel interessant wat ik deed. En daar zei ik van, nee, kun je dat ook niet leren? Nou, zeg je, nou, kom een keer middag, je zit op kantoor, dan ga ik dat met je doen. Nou, vervolgens 2-3 maanden bezig geweest. Echt gewoon heel fanatiek content gemaakt. Toen eigenlijk mee gestopt, omdat die nog niet heel veel resultaten zag. Maar wel gewoon dat na 6-7 maanden daarna, dat er ineens een e-mailtje kwam van Pepro van, hey, gefeliciteerd, je hebt een nieuwe commissie verdiend. Dus dat dan iemand die website had gevonden en anders dat product had gekocht op heel weinig bezoekers. Maar goed, die commissie die kwam toch. En dan zie je toch van, hey, stel voor dat hij gewoon dat half jaar of die 7-8 maanden was doorgegaan, constant met content wezen knallen, dan had dat waarschijnlijk een dagelijks iets geweest als een commissie binnenkwam. En de eerste 2-3 maanden zul je nog niet heel veel zien. Maar wat wij ook wel een beetje op het leden gedeelte zien, denk ik, Leon, is toch wel dat gemiddeld gezien 3-4 maanden dat de eerste commissie binnenkomt. Ja, ik denk dat wel een mooie regel is, inderdaad. Ja, en dan zie je inderdaad dat die mensen zeggen van, nou goed, ik ben nu 3 maanden aan het bouwen geweest. Ik zag wel gewoon op lange termijn een stijgende lijn. En nu is dan eindelijk die eerste commissie er. En op korte termijn is affiliate marketing, hè, op de organische manier een hele trage manier. Maar er staat wel iets wat passief echt voor je kan gaan werken. En als je dat dan doortrekt naar 10 jaar lang of 11 jaar lang eigenlijk wekelijks content plaatsen op je website of websites, ja, dan zie je gewoon dat, ja, dan kun je daar volledig van gaan leven. Ja, dan moet je het wel dat is ook het mooie, dat je misschien wel die rustmomenten in het begin hebt. Maar als je het dan weer vergelijkt met die timmerman die ik toen straks aanhaalde, die verdient elke maand om en nabij hetzelfde. Die zal misschien wat duurder worden, maar die heeft op een gegeven moment niet meer uren uit te geven dan dat die daadwerkelijk kan werken. Ja, je zou personeel aan kunnen nemen, maar die moet ook betaald worden. Dus die blijft heel erg in diezelfde flow. En ja, van de werkzaamheden die hij in zijn eerste maand heeft gedaan als ondernemer, kan die niet meenemen naar een volgende klus. Als hij ergens een veranda heeft gebouwd, die kan die niet meenemen om op zijn andere klus ook te gebruiken. Nee. En dat klinkt heel gek, maar bij affiliate marketing, of in ieder geval in bij andere takken in de sport ook, kan dat bij ons wel. Want op het moment dat jij nu een blogbericht schrijft, die kan over 10 jaar nog interessant zijn of weer interessant zijn. En dat maakt het super mooi. Je bent continu aan het werken aan iets wat altijd gebruik kan blijven. Ja, klopt. Ja, je bouwt gewoon echt een stukje online vastgoed op. En dan zie je gewoon dat als je dat eens 10 jaar lang doet, dat inderdaad die blog die je 10 jaar geleden hebt geschreven nog steeds dagelijks bezoekers en nog steeds dagelijks commissies oplevert. En dan is het, ja, als je daar zo van duizenden blogs hebt die constant gelezen worden en constant doorgeklikt worden, dan zie je wat dat betreft gewoon heel erg de sky is the limit. Jij en ik zien het ook bijvoorbeeld met het marketing. Eigenlijk in theorie, elke maand wordt het groter. Omdat er eigenlijk telkens meer mensen mee aan de slag gaan. En dat bouwt eigenlijk constant voort op de werkzaamheden die je, wat is marketing 3-4 jaar ongeveer, denk ik, zoiets. In totaal? Ja. Ik denk al iets ouder. Marketing 1 erbij. Zoiets. Ik denk 4, misschien dan 5 jaar. Ja, 4, 5 jaar misschien. Ja, zoiets. Zou kunnen, maar je ziet wel van al die werkzaamheden die je eigenlijk in die afgelopen jaren hebt gedaan, die betalen zich eigenlijk constant uit. Die werken ook mee aan wat je inderdaad tot nu toe hebt behaald. Ja. Ja. En dan zie je gewoon, ja, de sky is gewoon echt gewoon de limit, hè, op het internet. Als je het slim aanpakt.
Ja, ik zit eventjes de vraag in mijn hoofd te herhalen, hoe we nog een keer terug kunnen gaan naar de beginvraag. Ja, misschien dat het wel leuk is om nog een keer te benadrukken wat nu precies de verwachtingen zijn voor de eerste maanden en wat ook misschien de werkzaamheden zijn voor de eerste maanden. Ik denk dat je dan goed kan samenvatten dat je gewoon de verwachting in verdiensten, misschien net zoals de verwachting in bezoekers en wat we dan ook afraden om in de eerste maanden je statistieken te bekijken, is ook gewoon om gewoon echt te knallen. Er is een investering nodig, altijd, in wat je ook doet. Al is het in geld, al is het in tijd, al is het in kennis. Je zal ook zien dat er op een gegeven moment een verschuiving plaats zal vinden in die soort investering. In het begin zal het veel zijn in de vorm van tijd of geld, en later in kennis. En dus ook door slim bezig te gaan of door dingen van tevoren al gedaan te hebben, ga je daar later gewoon voor profiteren. Dus als je die 3 maanden gewoon knijterhard knalt, je bent er echt mee bezig en je maakt voor jezelf een mooie planning dat je dat zelfs na die 3 maanden ook weer door kan zetten. Ja, dan merk je gewoon dat je dan op een gegeven moment dat die eerste maanden gewoon super waardevol zijn geweest. En die betalen zichzelf gewoon op een gegeven moment terug. Ja. Dus zie een investering die nog geen oplevering heeft in geld, zie dat ook niet als iets, een weggegooid gedeelte. Al zou je na die 3 maanden je website weggooien en heel iets anders neerzetten, om maar wat te noemen, heb je nog steeds 3 maanden een prachtig leerproces meegemaakt, waarin je uiteindelijk hebt geleerd dat de huidige situatie die je niet had, of de huidige situatie die je had, niet voldeed, maar wel de kennis hebt opgedaan om een nieuwe op te bouwen. Dus probeer het altijd positief in te zien dat je ook, er hangt altijd een bepaalde waarde aan iets, ook als iets niet helemaal gaat zoals je had verwacht. Ja, je hebt dingen geleerd, hè? En ja, en ik heb ook allebei wel gewoon projecten die niet van de grond zijn afgekomen. Maar je weet wel hoe het niet moet en vervolgens kun je dat doorbouwen naar kijken naar hoe het wel moet. En daarin bouw je gewoon die ervaring op. En ik denk dat voor de meeste mensen, om inderdaad terug te komen op die beginvraag van ja, die hebben gewoon te verkeerde verwachtingen, willen te snel rijk worden, gaan het maandje proberen, zien nog geen resultaten, stoppen ermee. Gaan ook geen succes behalen. Maar als je zo echt mee aan de slag wil gaan en je doet het gewoon echt serieus, nou, 3-4 maanden eerste commissie. En doe dat dan vervolgens eens 10 jaar lang en dan is echt gewoon de sky is the limit. Inkomsten van 10.000 euro plus per maand zijn geen uitzonderingen. Nee, het is gewoon de keiharde realiteit. Als ik zelf naar mezelf kijk, dan mijn ultieme doel was om 7500 euro per maand te gaan verdienen. Nou, dat zou nu echt een mega slechte maand zijn. Terwijl dat 10 jaar geleden was dat voor mij mijn droommaand. En zo zie je gewoon wat er mogelijk is als je ergens mee aan de slag gaat, als je zelf erin vastbijt en als je door blijft gaan en echt gewoon iets, ja, 10 jaar lang de tijd geeft om te gaan doen en 10 jaar lang gaat bouwen. Ja, ik denk dat het dat het heel goed samenvat wilde beantwoorden. Ja, nou, goed, het is echt de kracht van consistentie en realistisch wezen en er gewoon echt gewoon normaal en goed mee aan de slag gaan. En, wij kregen natuurlijk allerlei soorten mails in onze mailbox toen we eigenlijk dit Zoom-gesprek begonnen. Hadden we al een voorbeeld van iets wat jij in je mailbox kreeg? Ja. We zien hele serieuze mensen aan de slag gaan, maar we zien ook echt mensen, ja, weet je al van tevoren, met alle respect, dat gaat gewoon niks worden. Dus je hebt er van alles wat gewoon tussen. Maar als je de juiste insteek hebt, en ja, mensen onderschatten echt heel erg die mindset, want iedereen krijgt dezelfde kennis. Iedereen krijgt dezelfde kennis in de cursus. Maar iedereen had ook andere resultaten. Je hebt mensen die worden er financieel vrij van en je hebt mensen die verdienen nul, als ze er niet meer aan de slag gaan. Maar iedereen krijgt dezelfde kennis. Iedereen krijgt precies hetzelfde. Dus ja, zeker. De uitspraak om te zeggen dat het voor iedereen is weggelegd, dat vind ik een gevaarlijke. Dat zou ik ook niet snel doen. En er zijn ook in het verleden, hoe gek het ook klinkt, wel mensen geweest die ik heb aangeraden om maar te stoppen. Omdat het gewoon heel moeilijk was om te voldoen aan het verwachtingspatroon. En omdat je het ook niet een soort wil laten escaleren dat iemand financiële problemen krijgt of nog verkeerdere verwachtingen, dat het persoonlijk wordt, om maar wat te noemen. Maar de mensen die er wel gewoon echt mee bezig gaan, daar merk je gelijk aan dat er een hele andere mindset is. Zo kreeg ik toevallig van de week een mailtje van iemand en ik begon al te schrikken.
De eerste zin die ik kon lezen was, heb je toevallig iets aan de website gedaan? Want de snelheid, en ik denk, oh nee. Oké, nou ja, even openen. En er stond dus, is hartstikke goed. Ik ben heel blij met de snelheid, hoe je het verbeterd hebt. Zijn er verder nog dingen die je in marketing hebt aangepast? Hou me even op de hoogte. Ja, superleuk om te horen. Ja. Dat is gewoon iemand die is continu aan het knallen. En ja, die dus ook gewoon de ruimte neemt om even een complimentje achter te laten. Ja. En, ja. Hoe gek het ook klinkt, eigenlijk is dat bijna uniek aan het worden ook. Ja. Maar je ziet wel dat is iemand die er dus echt serieus mee bezig is. En gewoon oprecht blij wordt van hoe zijn product staat, zeg maar. Ja, dat is heel leuk om teruggekoppeld te krijgen. Dan weet je ook echt dat iemand serieus bezig is. Ja, maar goed, als je dan waarschijnlijk naar die website gaat kijken, dan bestaat die website waarschijnlijk al langer dan 2 maanden. Ja, dat is een lange abonnee al inderdaad, ja. En als je dat dan inderdaad vergelijkt met wat jij zei, de mail die ik vandaag, gisteren of van de week, laten we het even wat globaler houden, ontving van iemand die nabetaling netjes de factuur ontving. En aangaf van, joh, wat is dit nou? Ik heb al lang betaald. En een minuut daarna, ik zeg gelijk op, wat is dit? Ja, dan vraag ik me ook oprecht af, waarom ben je dan precies begonnen? Want je weet toch wat het is geweest? Ja. En uiteindelijk zegt zo iemand, die zegt dan op en die wil zijn geld terug. Ja, ik begrijp dat nog steeds niet. Het is mij misschien wel eens gebeurd dat ik iets heb gekocht, heb ontvangen en dat ik dacht, nee, dit is niet wat ik had verwacht. Maar dat je toch in dezelfde dag al aangeeft van, nee, dit is het niet. Ja, dan vraag ik me af hoe je dan hebt geïnformeerd of zo. Of hoe ver je er dan ook voor wilde gaan. Ja. En die vraag probeer ik ook altijd terug te stellen als iemand dan aangeeft van ja, het voldoet niet aan mijn verwachtingen. Dan denk ik, ja, wat had je dan precies verwacht? Dat is heel moeilijk te doorgronden af en toe. Ja, vaak is het toch gewoon een soort van angst. En ik denk, ja, het voldoet niet aan mijn verwachtingen is vaak wel een heel makkelijk excuus. Ja, je hoeft het niet verder uit te leggen. En, dat klopt, ja. Ja, maar goed, dat is weer onderwerp voor een andere podcast. Maar wat dat betreft, ja, het verschil in mindset. En ik weet nog wel, om nog misschien af te sluiten qua onderwerp. Er is een topic op internet succesgids op het ledengedeelte. Het is een beetje echt zo'n klassiek topic aan het worden. Van, is mijn doel haalbaar? Weet ja, wel die van Sanne is dat volgens mij. Die van Sanne, ja. Dat is echt een sticky topic volgens mij. Is het al 3 of 4 jaar of zo. En dus hij vroeg van, ja, is het haalbaar om vanaf de marketing te kunnen gaan leven? En er was één iemand en die reageerde van, volgens mij was dat dan Louis. En die zegt, en ik zal hem er gewoon even bij pakken. Pardon, ik moet even een stapje terug. Ik zeg van, ja, het is haalbaar. Dit is een aantal reacties verder. Maar je moet wel de juiste. Het zal niet iedereen lukken. Maar als je ook de mindset hebt dat het je niet gaat lukken, dan gaat het je ook niet lukken. En dan koppelt hij het heel erg terug naar. Als je de mindset hebt van je gaat de loterij niet winnen, dan ga je hem ook niet winnen. Ja. Dat het een beetje zo'n zweverig-achtig dingetje gaat worden met. Het is niet mogelijk. Ja, de mindset is daarin niet het allerbelangrijkste, zeg maar. Nee, precies. Terwijl ja, het is wel heel erg belangrijk. Want als jij denkt van ja, het gaat je niet lukken, dan gaat het je inderdaad ook echt niet lukken. En als jij de mindset hebt van ik wil morgen miljonair worden en het lukt je morgen niet, dan ga je stoppen. Maar de mensen die als het ware de mindset hebben van ik ga hier echt een succes van maken en ik ga dit op lange termijn doen, gaat het je ook lukken. En ik zie het bij iedereen, ik zie het ook in de 10K-club, ik zie het ook met de Affiliate Marketing Revolutie. Mensen die gewoon maanden bezig zijn en serieus blijven bouwen, ja, die lukt het ook. Dat was inderdaad ook het punt wat ik wilde aanhalen met die twee voorbeelden in verschillende klanten, zeg maar. Je weet in de manier van contact en inzet, weet je al of iemand er echt voor gaat of niet. Ja. En dan heeft het er nog niet eens mee te maken of iemand er heel goed in is. Ik heb ook wel eens berichten in de inbox van mensen dat ik denk, ja, dat had je eigenlijk misschien moeten weten of zo. Of dat had je elders kunnen vinden. Of misschien een beetje laat dat je je daar nu pas aandacht aan besteedt. Maar dat zijn wel mensen die er nog steeds mee bezig zijn. En die zullen nog steeds eerder en meer resultaten krijgen dan iemand die misschien wel heel veel kennis heeft, maar het verder niet consequent toepast. Nee, klopt. Nee, dus in wezen is dan dus inderdaad mindset wel heel belangrijk. Als je het inderdaad maar in je eigen. Hoe zeg je dat? In je eigen. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor de uitvoer, zeg maar. Ja, ja dat is ook iets wat heel veel mensen wel ontbreekt.
dat ze niet de verantwoordelijkheid nemen van over hun eigen doen en laten. Ja. En ja, je blijft toch als het ware altijd zelf afhankelijk. Kijk, jij kan marketing aan mensen leveren die ervoor betaald hebben, maar mensen moeten zelf daar zo'n blogbericht op gaan plaatsen. Ja, zeker. Of inderdaad, op het moment dat iets niet werkt, contact met me opnemen. Want ik kan niet ruiken dat er een bepaalde vraag of een behoefte is, natuurlijk. Nee. Ja, goed, en dat soort dingen, dat zien wij wel heel vaak. Toch van, ja, tel me al 3 maanden, maar er staat nog geen blog op. Ik heb er nog niks mee gedaan. Ik wil graag annuleren. Ja, ja, en je kan ook zien dat ik er 3 maanden niks mee heb gedaan. Dus ik wil mijn geld terug. Ja, dat, ja. Ja. Dat zijn ook de berichten die je inderdaad tegenkomt. Ik vind het ook heel jammer, wat we ook aangeven, als je inderdaad ervoor inzet en dat verwachtingspatroon, dat zou gewoon wat scherper zijn of realistischer zijn, dan geloof ik dat iedereen er wat in kan bereiken. Ik weet dat wij hebben elkaar leren kennen door iets wat niet affiliate marketing gerelateerd was. Nou, zoals velen al weten is dat contact dat is gebleven tussen ons. En ik weet nog wel dat ik toen op een gegeven moment ook als webbouwer me wilde verdiepen in het hele verhaal van affiliate marketing, om inderdaad te kijken van klopt dat wat jij zegt en kan ik dat ook? En dan ga je daarmee bezig en dan zie je inderdaad dat je resultaten behaalt. Dus dat het wel mogelijk is. Ja, ja, en dat is natuurlijk gewoon de kwestie van, hey, wil je dit verder gaan opschalen of niet? Ja, precies. Ja. Oké. Nee, goed, ik denk dat we zo een hele goede podcast hebben met eigenlijk alles wel gewoon behandeld wat we zouden moeten behandelen. Mocht er hier nog vragen over zijn, mocht je hier nog wat over kwijt willen, laat het dan zeker even weten. Nogmaals, het belangrijkste is, heb niet de verkeerde verwachtingen. Ga er gewoon serieus mee aan de slag. Geef het tijd en blijf bouwen en blijf ook gewoon bijleren. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk iets is om te weten dat je nooit alles weet. En dat je blijft vragen en blijft bouwen. Ik denk dat dit hem dan was, Leon. Of heb jij nog dingen toe te voegen? Nee, perfect zo. All right. Nou, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren van deze podcast. Mocht je nog vragen hebben, mocht je ideeën hebben voor nieuwe podcasts, laat het zeker even weten. En zien we jullie weer in een volgende podcast.